kijkers Botlek TV. Goedemorgen, goedemiddag, goedenavond. Afhankelijk van wanneer u kijkt. Ja, u zult denken, wat een zootje is het hier. En dat is het natuurlijk ook, want... Het lijkt wel of we bij het laboratorium staan van Einstein of zo voor de zoveelste nieuwe uitvinding. Maar niets is minder waar, want we zijn hier bij Outdoor Brielen. Het sfeervolle evenementenpark. En waar is dat? Als u denkt van nou, dan ga ik naar Den Briel, dan vind ik het wel. Nee, dat lukt niet. U moet dan echt aan het einde van het Voornse Kanaal zijn. U ziet ergens een ophaalbrug richting... Hellevoetsluis. En dan gaat u, net zoals bij Hoevelaken, rechtsaf. En dan komt u vanzelf bij Outdoor Brielen. Voor heel veel mensen bekend, maar voor sommigen ook een totaal verborgen pareltje. En we gaan met de Einstein van Outdoor Brielen gaan we praten. Leon van Bennekom. We gaan hem opzoeken. Gaat u mee? Ja, we zijn inmiddels binnen hier in dit prachtige park, Outdoor Brielen. En naast mij Leon van Bennekom. Hij is inmiddels wat slanker geworden. Logisch, na 30 jaar. Staat in vol ornaat. En we gaan even met hem praten. Leon, goedemiddag. Leon? Leon? Hallo? Hallo! Oh! Welkom bij Outdoor Brielen. Ja, ik heb zo weer gevonden. Ik was net met je evenbeeld aan het praten. Iemand had moeten wachten houden. En direct bij de poort. Dus ik denk altijd wel belangrijk. Moet ik een beetje iemand zijn dat je toch denkt van nou, schrik er een beetje van. Wat gebeurt er allemaal? Ja, een beetje de reus van Brielen geworden zo. Ja, hè, naast want, mij. Ja, ik voel me toch wel een soort kabouter hier zo. De kabouter van Botlek TV. Ja. Ik heb al tegen de kijkers gezegd, 30 jaar lang zit je al op deze locatie. Ja. 30 jaar geleden was ik hier ook voor het eerst en het is totaal getransformeerd. Ja. Man, wat hebben jullie hard gewerkt. Ja, we zijn wat dat er gaat tussen aanstekers ook nog een beetje hobbyisten. We houden natuurlijk ook wel van dingetjes knutselen en bouwen. En ja, we vinden wel dat we elk jaar toch wat moeten veranderen. Ja, en dan, als je dan die jaren optelt en je gaat wat dingen veranderen, ja, dan is er in al die jaren wel wat gebouwd. Ja, we hebben echt... De kleine dingetjes, maar ook toch echt wel grote dingen erbij gebouwd. Om het toch een beetje speciaal te maken. Ja, toen ik 30 jaar geleden hier was, hadden we allebei zwart haar. Inmiddels is de kleur veranderd, maar ja, voor de rest de smile is gebleven. En achter schermen hebben we elkaar al eventjes opgezocht. En het klikte gelijk, hè? Ja. Want wat hebben wij gedaan 30 jaar geleden hier? Ja, volgens mij ging het toen nog allemaal vanuit Hoogvliet. Het was volgens mij de sport. Het had heel veel met sport te maken. Sportzeskamp. Ja. Sportzeskamp. En zoals daar toch wel Hoogvliet erg druk mee bezig was. Was dat het organiseren van een hoop kinderen en een hoop mensen om die toch op de voet te krijgen. En uiteindelijk zijn jullie toen ook hier beland. Van allerlei dingen gedaan. En het moest overnacht worden en het was feest op het eind. En maar wel allemaal lekker sportief bezig geweest. En dat was eigenlijk wel het leukste om te zien. Ja, en wij vonden het leuk om daarin mee te doen natuurlijk. Ja, en we kregen toen misschien wel voor het eerst een beetje publiciteit. En we gingen groeien. Dus ja, het is niks mooier als je dat ook weer op de kaart zou kunnen zetten dan. Ja, de cirkel is een beetje rond, want we staan hier met Botlek TV. En toen ik hier kwam met de publiciteit was het nog de Botlek krant, de Botlek 2 was het geloof ik, hier aan deze, Botlek 1 was dat, de krant die nog op dit eiland verscheen. Ja. Helaas inmiddels ter ziele gegaan, we hebben nog wel grootnissen waard, misschien heb je daar nog contacten mee. En anders moet je ze nog eventjes leggen natuurlijk. Ja. Hey, wil jij ons een stukje meenemen om toch eens even te gaan kijken en om nog eventjes wat te vertellen over dit prachtige outdoor paleis. Want ik kijk mijn ogen al uit. Ja, hartstikke leuk. We gaan. Ja, Leon, we staan hier een beetje ergens tussen de Oekraïne en Ohama Beach, geloof ik. Gevaarlijke, vervaarlijke dingen. Een raket. Een Navy SEAL of zo, of een marineman. Het ziet er allemaal wel eng en spannend uit. In deze tijd van oorlog, de Oekraïne, Rusland, krijg je daar commentaar op? Nee, dat krijgen we niet, eerlijk gezegd. Nee, uiteraard mogen we blij zijn dat iedereen het echt als een spel ziet. En zo spelen we het ook.
We zijn niet dat we hele rare dingen hier aan doen omdat we denken van joh, wat zijn we nou mee bezig. Nee, we houden het gewoon op een leuk spelletje. Het is gewoon een vlaggenroof spelletje en voor de rest niet veel bijzonders. En ja, de kleurtjes van de verf, zeg maar, die bepalen eigenlijk wel het leuke ervan. Ja. Een leuk kleurtje waar iemand schiet op zijn pak geeft een hele andere uitstraling, denk ik. Dus. Ja, voor de mensen die denken van joh, ik ga lekker oorlogje spelen, die moeten hier niet naartoe, die moeten vrijwilliger worden in de Oekraïne of zo. Maar daar is geen plek voor, hè, hier zo. Want ook ouders nemen het op tegen kinderen en vice versa. Ja. Ik kan me nog herinneren dat wij ook als ouders op onze kinderen moesten schieten en dat deden we niet. Maar andersom zaten we dus helemaal onder de verfbolletjes, paintball. Je bent als het ware een soort levende Rembrandt, verlaat je hier het terrein. Als je goed onder schot wordt genomen. Die bolletjes, dat hoort in een wapen. Ja. Laat eens zien. Deze is voor kinderen. Deze schiet met kleine balletjes. En dan hebben we ook nog een ander wapen. Die kan ik ook even bijpakken. Ja. Nou, het lijkt net een waterpistool. Maar ja, er komt wel wat anders uit. Kleine verfkogeltjes. Ja. En deze is voor de... Dit is voor de volwassenen, zeg maar. Ja. En die schieten dus met een iets groter kogeltje. En wat heel belangrijk altijd is dat het balletje van goede kwaliteit is. Want sommige mensen zeggen wel eens, het gaat wel eens erg hard. Maar dat heeft heel vaak te maken dat ze het verkeerde balletje gebruiken. Je hebt gewoon een echt goed kwaliteit balletje nodig. Dan heb je ook niet van die blauwe plekjes waar je wel eens meerdere dingen over hoort, denk ik. Maar dit zijn in ieder geval de twee. De ene gaat op luchtdruk en de andere is met een veertje voor de kids. Oké, en er worden wel beschermende pakken gedragen? Ja, niks belangrijker als veiligheid. Het gaat om veiligheid natuurlijk, hè? Dus kijk hier. We zijn een gecertificeerd bedrijf, dus we werken eigenlijk volgens een soort standaardnorm van de TÜV. Bij sommigen is bekend 9001, 9002. Nou, zo moet je het hier eigenlijk ook zien. We doen ook natuurlijk zaken met de grote bedrijven zoals Shell en noem het maar op. Ja, en die willen natuurlijk ook altijd dat alles... Esso, Texan, moeten ze allemaal noemen dan, hè? Ja, dat zijn er nogal wat. En die hebben natuurlijk een heel hoog veiligheidsstandaard. En die mogen hier wel komen spelen, omdat wij dus gelukkig voldoen aan die veiligheidsnorm. Een van deze dingen is bijvoorbeeld dit masker. Daar moeten ook de kinderen op. En het mooie is, wij hebben dubbel glas. En die beslaan bijna niet. Want het probleem is wel vaak dat ze ergens heen gaan met een enkel glas. En zet je hem af omdat hij elke keer beslaat. En dat is natuurlijk net hetgeen wat we niet moeten doen. Dubbelglas masker, goed afgeschermd, ook met je gezicht en je kin. Daaronder een leuk camouflagepakje. En dan hebben we nog een keertje extra, als je dat wil, nog een extra bodyprotector. Dus we kunnen je als een mummie het veld inhouden. Oké, het is allemaal veilig. Hier zijn, volgens mij zijn hier nog nooit echte ongevallen gebeurd, behalve een verstuikte enkel. Ja, dat is het inderdaad. Sommige mensen zijn enthousiast als ze vergeten dat er een boom staat. Maar ja, daar kunnen we dat toch heel weinig aan doen, denk ik. Ja. En voor de rest zijn het maar hele kleine dingetjes. Het zijn inderdaad meer schammen. En voor de rest niks te maken met ogen of moeilijke dingen. Dan we denken, oh, wat hebben we nou toch gedaan? In 30 jaar lang zeker niet. 30 jaar lang, maar je bent 55. Dus 30 min, 55 min 30, kom ik op 25, hè, hoofdrekenen. Dus je hebt ook daarvoor toch nog wel wat gedaan. Ja, daarvoor was ik eigenlijk elektromonteur, zeg maar. CQ ging richting de uitvoering. Dus ik heb daar grote groepen op begeleid met allerlei elektronica. En het leuke daarvan is de totaliteit. Ja, dat was ook een beetje met de bouw en dan elektriciteit en dingetjes maken. Ja, dat is me eigenlijk goed afgegaan daarna. Want al die dingetjes, die vaardigheden uit de bouw, kan je natuurlijk heel leuk gebruiken om een terrein weer op te bouwen. Oh, dat verklaart een beetje, net als je voordat je naar binnen komt, dat laboratorium van Einstein, zal ik maar zeggen. Ja. Al die prietjes en die praaltjes en die chipjes en zo en die draadjes. Ja. Dat komt allemaal uit dat hoofd van je. Dat heeft nog te maken met vroeger. Nou, ik heb ook nog eens een keertje een collega hier. Die noem ik eigenlijk net omdat hij iemand is van de Efteling, zeg maar. Dus die is erg leuk om ook mee te denken. En samen zijn we dus bezig ook met nieuwe concepten. En één daarvan is dus dat we dadelijk meer de Horror Nights weer meer gaan doen. Verlicht bos. En deze winter gaat er nog veel meer aankomen dan we nu hebben gehad. Dat zijn eigenlijk weer de nieuwe attracties voor de winter. En die gaan we zeker op de kaart zetten dit jaar. Corona. We willen er niet aan denken, maar we worden er dagelijks aan herinnerd. Jij hebt ook 2 jaar lang die tent dicht moeten gooien. Ja, dat was heel lastig, want uiteraard dat je natuurlijk niet alleen maar inkomstenderving hebt. Maar ook dat je natuurlijk dacht bij jezelf van joh, wij hebben heel veel activiteiten die zijn uit elkaar. En waarom kan het dan niet? Weet je wel? Een paintballregel is bijvoorbeeld, je mag niet schieten dichterbij dan 10 meter op elkaar. Ja, dan
vind je het niet leuk dat je eigenlijk in een groep hoort, waarbij wij dus ook geen activiteiten meer mochten doen. Kijk, ik snap best wel dat we niet de Polonaise moesten gaan lopen. Maar ik vind het wel erg jammer dat wij met sommige activiteiten niet verder mochten. Plus natuurlijk, je hebt sommige terrassen die zijn zo klein, zit je zo dicht bij elkaar. Kijk, wel ook weer voorstellen. Maar ja, als je hier om je heen ziet hoe groot het is, ja, we hadden de afstand wel twee keer kunnen verdubbelen. Ja, maar je bent van luchtdruk naar luchtkussen gegaan. Vertel eens. Ja, de luchtkussens die... Ja, door de corona moesten we toch even nog proberen te schakelen. En we hebben gedacht van, joh, wat kunnen we doen? En op een gegeven ogenblik mochten de kinderen ook niet meer naar binnen. We hadden natuurlijk, je noemt het maar op, de kinderspeelparadijzen die binnen zijn. En wij dachten, joh, we gaan een kinderspeelparadijs maken we dan voor buiten. En dat is een groot succes geworden en gebleken. En we hebben het eerst gehuurd. En op een gegeven ogenblik hebben we alles zelfs aangekocht. En nu is het gewoon permanent in elke vakantie eigenlijk. Is het luchtkussenfestijn hier in Zwartewal te vinden. Ja, want we gaan zo meteen even een kijkje nemen. Er staan allerlei speeltoestellen, luchtkussens en dergelijke. Dit is ook echt voor een familieuitje. Hè? Je komt hier niet alleen vader, moeder, maar ook de kinderen neem je gezellig mee. Het is van alles wat. En als je dorst hebt, kan je lekker wat drinken. Wat is er nog meer als alleen luchtkussens en schieten? Ja, 15 verschillende activiteiten hebben we eigenlijk minimaal. Daarna wordt het ook steeds meer. Maar goed, op dit ogenblik hebben we kanovaren, we hebben vlotbouwen, we hebben archery tech, dat is schieten met pijlenboog op elkaar. Klinkt raar, maar heel erg leuk. Paintballen dus, airsoften, laser game, outdoor laser game. We hebben GPS tocht, had ik net al genoemd, belwerpen. Ook weer een nieuwe activiteit. Highland Games, gekleed in een Schotse kilt en de leuke Schotse spelletjes gaan doen. Ja, we hebben eigenlijk voor de kids hebben we dus een soort schooluitje, schoolparcours, adventure hebben we erbij. En uiteraard, ja, alles wat je zelf kan verzinnen in het geheel is samen te stellen. Dus wat dat er gaat, op dit terrein kunnen we ook wel een leuke invulling geven aan jezelf. Ik voel me hier zo thuis, hè. Gewoon een kindersparadijs. Nou ja. Duim in je mond, rondkijken, gewoon gezelligheid. Leon, ik zie hier alleen al een stuk of 7 springkussens en waterpartijen, trek aan de bel en noem maar op. En ook achterin allemaal springkussens. Die heb je hier neergezet, die huur je niet in. Nee, sterker nog, je verhuurt ze zelfs. Ja, we verhuren ze inderdaad ook. Is het niet mogelijk in de weken dat we natuurlijk echt aan het springen zijn in de vakantietijd. Maar voor de rest, ja, ze zijn los te huur. Allemaal, per stuk. Geen probleem. Je moet wel een grote tuin hebben, hè, om zo'n groot kasteel erin te zetten. Maar anders moeten ze gewoon hier naartoe komen tijdens de springkussenweek. Want het is nu springkussenweek. Tot wanneer duurt dat? Tot 7 augustus. Dus we hebben nog even te springen. En het is schitterend weer ervoor natuurlijk. Het is ook weer niet te warm. Het is gewoon lekker. Het is fantastisch. Je ziet hier ook de water, de buikglijbaan. Ja, het is natuurlijk geweldig omdat je gewoon ziet dat sommige kinderen er niet af te krijgen zijn. En we hebben natuurlijk zoveel, de jump is er weer, je kan van hoogtes naar beneden springen. Ja, je kan glijden van hoogtes naar beneden, gedeeltelijk met water, hè, omdat natuurlijk water erg belangrijk is als het een mooi temperatuurtje is. Maar het is voor de allerkleinste staat er wat tussen en tot een leuk ding en zeker de jump. Tot 12 jaar zeggen wij eigenlijk op dit ogenblik, ja, is het prima te doen. Tegenwoordig is alles hartstikke duur. Hè? Mensen moeten echt 2 keer de euro omdraaien. Is dit ook een betaalbaar uitje voor gezinnen?
met kleine kinderen om te springen, niet om paintballen. Dat is allemaal apart. Ja. Nee, het is €7,50 kost het per entree. En daar kunnen ze dus van 10 tot 2 kunnen ze gaan springen. En het leuke is ook dat we voor de ouders, een hoop mensen schrikken ervan. Ja, ook de ouders moeten entree betalen. €7,50 ook. Daar schrikken sommigen van. Alleen ze krijgen daarvoor 3 consumptiemunten. En we hebben de prijs naar beneden gehouden van alles. Dus ook de drankjes zijn goedkoper. De snacks zijn wat goedkoper. Dus in zijn totaliteit denk ik dat de ouders ook denken. Zo is het niet erg om een entree te betalen. Krijg je tenslotte weer €7,50 al sowieso weer terug. Dus. Ja, het lijkt me een vrij goedkoop concept. Hier is dus van alles. Ja, het is niet te vergelijken met de Efteling, maar zeker de entreeprijzen niet. Want daar betaal je geloof ik tegenwoordig €32 of zoiets in die trant. Dit is een betaalbaar uitje voor iedereen. Botlek TV maakt graag reclame voor de goede dingen. Ze krijgen er niks voor terug, alleen maar tevreden kijkers. Want komt u hier een kijkje nemen. Maar toen ging het allemaal nog wel makkelijker dicht hoor, in die tijd. Ja. Dat mensen niet achteraf zeggen van... Nee, maar dit is echt wel helemaal top. Dan zeggen ze wel zo. Kijk eens hoe goed je beschermt. Ik heb geen ding, maar dat is echt zo gaaf. Kijk eens, Botlek TV. We gaan op jacht. Op jacht naar de eland. En we hebben hier dus een kindergeweer. Leon, hoe heet dit? Dit is inderdaad de pump-action wapen voor de kinderen. Met kleine balletjes. En die veel minder hard schieten dan de broer. Die we dadelijk gaan gebruiken nog. Maar de eland die gaat dit zeker voelen hoor. Oké, gaan jullie mee? Elandenjacht. Is wel weer eens leuk of zo. Leon, gezondheid. Jij een ratletje en ik een echte. Maar ja, jij moet werken en ik ben klaar. Botlek TV kijkers, dit was een voor ons ook een hele leuke aflevering. Ik hoop dat u er ook van hebt genoten. We hebben nog niet eens alles laten zien. U kunt hier eten, u kunt hier nou misschien wel slapen, overdag of 's nachts, dat weet ik niet. Ik heb het in ieder geval al ooit eens gedaan. Met de kinderen hier naartoe komen, opa en oma erbij zetten en zelf lekker gaan paintballen. Alles is hier mogelijk. Heerlijk eten en u wordt gastvrij, wordt u onthaald. Een leuke personeelsavond. Nou ja, eigenlijk is alles mogelijk, Leon. Je hebt ons veel laten zien, nog lang niet alles. Dus wilt u meer weten, dan komt u zelf eventjes een keer kijken. Je hebt vast en zeker een website. Ken je die uit je hoofd? Dat outdoorbrillen.nl. Outdoorbrillen.nl. En daar staat werkelijk van alles op. Kunnen de mensen daar naar kijken en jou bellen of mailen voor een hele leuke, gezellige dag. Ik heb net een baan aangeboden gekregen achter de bar. Dus ik ben voorlopig eventjes onder de pannen. Wilt u ook hier gaan werken of wil jij hier gaan werken, dan kan dat. Gewoon ook eventjes via de website. Dan, je bent hier van harte welkom. Het is seizoensarbeid, maar het betaalt leuk. En je hebt een wereldbaan. Ja, en u denkt, die Joop van de Hoorn zit lekker, of die staat bij zijn biertje. Achter de camera, Roel van Deursen, altijd en eeuwig onderweg.
Maak mooie filmpjes. Ook voor u, wie weet, op uw evenement of 50-jarige bruiloft. Wij zien elkaar. Roel, gezondheid. Goed, dit was Botlek TV. Tabé. Tabé.